Dit is dan dus het dorp in Benschop, de Benschoppen Wetering. Er is een Lopiks kleurboek geboren, gemaakt door de Lopikse fotograaf Leo Bennis. Het is dus de kleurplaat van Polsbroek, dorp Polsbroek. Met 6 platen van foto's die Leo ooit heeft gemaakt. Kleuren voor volwassenen schijnt helemaal in de mode te zijn. Je ziet overal kleurboeken voor volwassenen van allemaal, ja, wat naar mijn idee onzinnige onderwerpen. En dan kost je die boeken ook maar een paar euro. Ik dacht, maar ik ga iets bijzonders doen. Juist voor die mensen die dus nu aan huis zitten en niet buiten kunnen kijken hoe mooi sommige plekken in Lopiks zijn, heb ik gedacht van nou, ik maak een kleurboek van Lopik. Ria komt vandaag een kleurboek kopen, samen met haar man Theo. En ze probeert alvast een stukje. En dan krijgt het een groen randje voor mij. Ria is geopereerd aan haar stembanden, waardoor ze moeite heeft met praten. En ze stopt haar energie daarom graag in haar creativiteit. Ik vind het geweldig. Kijk, er zijn hobby's, die zijn er niet voor iedereen. Hè? Daar moet je echt wat creativiteit voor hebben. Maar een kleurboek, ja, daar kan toch iedereen. De platen in het boek zijn makkelijk te herkennen voor mensen uit de buurt. Hier, de Zevenhovenstraat in Lopikerkapel. Of deze, Uitweg. En Ria kleurt er ondertussen lustig op los. Hoe gaat hij daar, Ria? Nou, best leuk. Vind je niet?